Opnieuw voortijdig een nieuwe Renault op AutoWeek.nl. De nieuwe Golf Cabriolet in een multitest. En we nemen afscheid van onze DS3 duurtester in stijl. Welkom bij het AutoWeek-journaal van 2 augustus. AutoWeek maakt geen vrienden bij Renault. Het is nu al twee keer eerder voorgekomen dat wij een nieuwe Renault betrapten nog voor de officiële onthulling. En nu was de gloednieuwe Renault Twingo aan de beurt. Een AutoWeek-lezer betrapte Renault nota bene tijdens een fotoshoot van het merk zelf. Eigenlijk zou de nieuwe Twingo pas in september worden onthuld... Maar door onze primeur heeft Renault besloten alle informatie maar vrij te geven. En wat blijkt? Volgens het merk is de nieuwe Twingo symbool voor de designlijn van het merk in de komende jaren. Een behoorlijk belangrijke nieuwsbericht dus. Het was de afgelopen weken niet bepaald cabrio weer, maar de nieuwe Golf Cabriolet staat evengoed bij de dealer. Reden voor ons natuurlijk om te kijken hoe de auto rijdt en dat doen we het beste in een vergelijking met andere modellen. Daarom een multitest deze week in AutoWeek. We halen erbij de BMW 120i cabrio. ...de Renault Megane CC en de Peugeot 308 CC. We hebben inmiddels afscheid genomen van onze Citroën DS3 Duurtester. En dat is jammer, want het was een favoriet onder de redactieleden. Dat komt vooral door zijn goede rij eigenschappen... ...en die heerlijke, hitsige 1.6 THP turbomotor. Afscheid nemen hebben we wel gedaan in Stel. We gingen met de DS3 naar het Frans DS3 Festival. AutoWeek 31 ligt morgen in de winkels met verder nog de volgende onderwerpen. We hebben rijimpressies van de Porsche Panamera Diesel... De Chevrolet Cruise Hatchback en de Volkswagen Beetle. Een Occasion Dubbeltest. We vergelijken een Volvo V70 met een BMW 530D. En natuurlijk het tweede deel van onze Autoweek Autokenner Quiz. Wie is de grootste autokenner van Nederland? En denk erom: de avond op het spel. Een reis naar Ferrari World in Dubai. Dat was het journaal voor nu. Graag tot de volgende keer.